je hebt wel meer mooie momenten op dit centercourt beleefd, maar hoe mooi was dit? Ja, fantastisch. Ja, het is wel anders, heel ander gevoel, maar zo blij en zeker met hoe ik heb gespeeld. Dat is misschien voor mezelf nog mooier. Van de week raakte ik die ballen zo verschrikkelijk goed. Ja, en dan wil je dat in die wedstrijd ook zo graag laten zien. Er waren wel wat andere omstandigheden tegen Heidemauer. Het werd wat donkerder, het werd wat trager de baan. Maar vandaag was het eigenlijk zoals we de hele week hebben getraind. Ja, en dan kwamen mijn voorhand zo goed door en ik bleef gaan en daar was ik wel heel blij mee. Je hebt heel veel wedstrijden voor Oranje al gewonnen, maar niet altijd is de zondag nog nodig geweest. Hoe mooi is het voor jou om het beslissende punt binnen te halen? Ja, dat is altijd gaaf. Hij is misschien niet zo mooi bijvoorbeeld zoals in Oekraïne, waar ik de beslissende maakte na 2 sets tegen 0 achter. Maar dit is gewoon een hele mooie, want uiteindelijk Timo speelde goed. Maar ja, en Heidemauer ook. Dus ja, je wil het eigenlijk liever toch niet op zo'n in de laatste wedstrijd laten afvallen. Als je het kan gaan afmaken, ja, dan wil je dat. Ja, en dat dan in 3 sets lukt, dat is fantastisch. Ja, en dan mag het als team, mogen jullie nu gaan proberen om weer die wereldgroep in te gaan. Lijkt me ook een hele mooie bonus. Ja, nou ja, daar doen we het uiteindelijk voor. Als je zelfs kijkt naar dit jaar, dan hebben wij deze ontmoeting was gewoon zwaarder dan sommige ontmoetingen in de wereldgroep. Dus in dat opzicht is het een mooie voorbereiding. Maar we willen natuurlijk gewoon uiteindelijk toch echt in die wereldgroep. En hoe mooi is het voor jou dat je uiteindelijk 2 punten binnenhaalt? Je verliest je single, maar zet het dan meer dan recht. Ja, ik baalde echt dat de wedstrijd werd onderbroken. En toen had ik een slechte start, kwam wel terug en ik had echt het gevoel dat ik die wedstrijd ook zou omdraaien. Ja, dan gebeurt dat niet. Maar gelukkig goede dubbel gespeeld en vandaag nog een betere single. Hoe gaan jullie het vieren? Want je weet hoe je een feestje moet vieren in Kitzbühel. Ja, maar volgende week is ook een belangrijk toernooi voor me in Scheveningen. We zullen absoluut een drankje doen. Maar ja, je ziet al, ik sta heel raar. Ik moet echt even gaan zitten en ik moet vooral niet veel gaan staan vandaag. Na zo'n overwinning voel je alles net iets minder, hè? Ja.